hadden in alle gevallen een heel fundamentele kritiek op die traditionele rolpatronen. Of beter gezegd, wij hebben dat diepgaand geanalyseerd. Het feminisme is dan ook tot de conclusie gekomen dat je aan de ene kant het natuurlijke verschil hebt tussen mannen en vrouwen. Vrouwen krijgen kinderen en mannen niet. En dat is het dan ongeveer zo. En daar wordt dan allerlei rolpatronen aan vastgeknoopt waarvan wij zeggen, ja, dat is eigenlijk het sociaal bepaalde geslacht. En we hebben dat ook gender genoemd. Vandaar de term gender die vandaag helemaal ingeburgerd is. Maar die rolpatronen kunnen dus veranderen. Die veranderen van samenleving tot samenleving. Die veranderen doorheen de geschiedenis. Die liggen niet vast. Die hebben niks met natuur te maken. Die worden ons heel dikwijls voorgesteld als natuurlijk. En wij voelen die heel dikwijls ook aan als natuurlijk. Want we worden er van kleins af aan mee grootgebracht. Maar in feite zijn ze dat helemaal niet. Dat was eigenlijk de insteek die wij hadden. Die analyse en die kritiek. Is nu het veranderen van die rolpatronen de hefboom om de combinatie werkgezin te verbeteren? Wel, ik denk dat dat voor ons ook niet het geval was, want wij hadden een fundamentele kritiek op het gezin. Het feit dat het kerngezin, dat je daar die vastgestelde rolverdeling hebt, is een uitermate moeilijk ding om te doorbreken. Dat ziet je ook vandaag nog altijd. Het leeuwenaandeel van de zorgtaken in het gezin wordt nog altijd door vrouwen opgenomen. Dus ik denk dat we toen ook wel al door hadden dat dat niet de hefboom voor verandering was.